Hoe is het met je? Ja, goed. Goed. Ik heb vorige week voor de eerste minuut gemaakt en vorig jaar, december. Dus dat is ook wel lekker en de lichaam voelt goed, de knie voelt goed, dus van nu is het prima. Ja, want je vertelde, je was net heel erg blij eigenlijk dat je eindelijk zei je, dat je eindelijk weer een beetje terug bent. Je hebt je minuten gemaakt tegen Jong FC Utrecht. Maar hoe voelt dat voor jou? Het is zo'n lange periode weer. Wat doe je allemaal precies? Het voelt wel natuurlijk goed om terug te zijn. Het deed wel heel lang. Een beetje complicatie met die revalidatie met die bot van mijn knie. En het deed heel lang om terug te herstellen. Maar uiteindelijk is het misschien 6 of 8 weken langer geduurd. Om alle spieren omheen een beetje sterker te maken voordat ik ga spelen. Maar ik voel me goed nu. Ik beweeg gewoon beter nu dan in de laatste 3 jaar. Dus dat is ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld vorig jaar kon ik ook trainen en spelen, maar ik kon niet zo goed bewegen door die knieprobleem. Dus je merkte aan jezelf dat je echt anders speelde? En precies, nu ben ik veel vrijer en nu kan ik veel beter bewegen. Dus uiteindelijk is het wel goed. En hoe komt dat dan, dat je je nu iets vrijer voelt? Ja, ik was geboren met die knieschijf, zat gewoon te hoog bij mij. En dat levert veel problemen op in de knie. En daarom had ik veel last van vocht en dat soort dingen de laatste paar jaar. En veel pijn ook. En dus die operatie was eigenlijk die knieschijf om een beetje af te breken. Al die bot daaronder. En dan naar beneden te trekken en dan vastmaken. En daarom moest die bot goed herstellen. En daarom deed het iets te lang, iets langer. Deze revalidatie in plaats van die eerste. Maar ja, nu zit de knieschijf zit op de goede plek. Dus nu kan ik eindelijk goed bewegen. Hoe ga je met zo'n, zo'n blessure om? Het is moeilijk omdat het vaak diezelfde probleem was. Dus we wisten wat het probleem was, maar je kan niet zomaar deze operatie doen. Dus je moet eigenlijk alles uitsluiten voordat je gaat deze operatie doen. En dus dat is wel mentaal, want je weet, oké, ik moet eigenlijk dit operatie doen, maar je moet alles doorkomen eerst. Dus je moet 6 maanden of 9 maanden, een jaar, moet gewoon doorkomen met al die pijn, al die vocht en proberen anders te doen. En uiteindelijk ging het wat je wist, dat je moet deze operatie doen. Dus mentaal is het moeilijk om dat elke dag naar het stadion te gaan en elke dag trainen en je weet uiteindelijk dat het niet gaat lukken. En dus dat is wel moeilijk en ik heb veel problemen gewoon mentaal om dat een beetje positief over te komen. En het is niet altijd hier ben ik redelijk wel goed en ik ben nooit aan het zeuren of dat soort dingen. Maar het is meer thuis heb ik meer gevoel dat ik iets minder vrolijk ben. En dat is ook natuurlijk niet te betalen. Heb je ook wel eens echt gewoon zoveel moeite gehad dat je dacht ik ben er klaar mee, ik ga stoppen? In mijn carrière bedoel je? Ja. Ja, ik heb de laatste 2 jaar gewoon een paar momenten gehad waar ik dacht, ik ben er eigenlijk gewoon klaar mee met al die problemen. Je doet alles om fit te worden en om alles om voetballer te worden en het lukt gewoon niet. En het was ook heel zwaar geweest en hopelijk is dat nu klaar. Ik ben heel blij dat ik dat mag doen bij PEC, want PEC is ook mijn club en de stad is ook, past heel goed bij mij. Dus ik ben heel blij dat ik zit ook in een rustige omgeving, dat geeft me ook goede rust. En hoe zit dat dan met het vertrouwen? Heb je echt zoiets van, oké, ik ben eindelijk van die moeilijke periode af, of hoe voel je je daarbij? Ja, uiteindelijk wel. In voetbal weet je gewoon nooit wat gaat gebeuren. Dus ik kan ook gewoon spelen en dan krijg ik een schop en dan ben ik weer uit. Dus dat soort dingen weet je nooit. Maar qua knieën en hoe ik voel is het goed nu. Dus ik ben wel op dat gebied wel opgelucht. Dat is echt een stuk zekerder en ready for your return. Ja, dat wel. Dat sowieso. Heb je een beetje een verwachting wanneer je denkt weer terug te kunnen zijn? Na vorige week, na die eerste minuten. Ik denk als deze week goed doorkomt, is het zaterdag is het zover tegen Twente uit. Dus hopelijk kan ik mijn eerste minuten in de Eredivisie maken daar. Want je bent natuurlijk een van de meest ervaren spelers. Hoe voelt dat? Je bent natuurlijk 29, je hebt Kenneth Vermeer, je hebt Montero. Ja, je bent wel een van de oudere jongens inmiddels. Ja, het voelt heel raar, want ik voel nog steeds jong.
Maar ja, dat ben ik zeker niet meer. Want ik kijk altijd die lijstjes van de basisspelers. En die hebben ook die geboortejaar daarnaast. Ja, ik ben is niet veel in de 90 meer. Dus ik voel het wel. Maar ja, het vind ik wel een goede ontwikkeling in mijn carrière nu. Dus ik vind het wel belangrijk om dat soort misschien over te brengen naar die jongere spelers. Ik heb veel dat zij kunnen misschien leren van mij. En als ze dat wil, kunnen ze altijd vragen om dingen om binnen het veld en ook buiten het veld. Dus ja, ik ben een beetje benieuwd daarna. Hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar Krastev, die het nu ook heel erg goed doet? Dat is een jonge jongen. Hoe ga je met zo'n jongen om op de training ook? Ja, eigenlijk als hij in jouw elftal is, geef hem gewoon die bal en dan en regel die rest die vindt. Maar hij is best wel leuk om te kijken, want toen hij hier kwam, hij speelde de eerste paar weken niet en dan hebben we een paar blessures en dan kwam hij in en hij heeft natuurlijk heel goed gedaan. En nu is hij natuurlijk heeft een hele andere rol nu, want nu is hij een van die belangrijkste spelers voor ons. En hij zorgt voor heel veel problemen voor die tegenstander. En het is wel leuk om te zien hoe hij heeft dat rol opgepakt en hoe hij een beetje omhoog komt in zijn persoonlijkheid. Ook op de training en ook op het veld. Je ziet dat hij wil meer en hij wil meer voor ons. Dus ja, het is wel leuk om te zien. Ja. Zie je een beetje van jezelf terug in hem? Ja, een klein beetje. En hoe uitziet dat? Hoe uitziet dat? Waar zie je dat dan? Ja, meer gewoon dat hij alles wil doen. Dat hij wil meer voor zichzelf en hij is nooit tevreden. Hij wil alles doen. Als hij op het veld, vanaf het veld komt, omdat hij wordt gewisseld, hij is boos en hij wil gewoon zoveel mogelijk spelen. En ik vind dat best wel leuk. En ik had dat ook vroeger, maar nu iets minder. Maar ja, ik vind het best wel leuk om te zien. Om even terug te blikken naar jouw periode bij PSV. Dat is voor jou natuurlijk niet helemaal lekker begonnen. Je hebt heel veel met best wel groot gespeeld als Denzel Dumfries, Cody Gakpo. Die zijn inmiddels nu allemaal naar grote clubs. Wat doet dat met jou? Ja, nu niks meer. Ik vond het heel, toen ik daar was, of misschien de eerste jaar dat ik kwam terug bij PEC. Ik vond het wel moeilijk om daar te kijken, omdat ik dacht, ja, ik heb ook die kwaliteit om dat misschien ook te doen. Maar ja, dat soort gedachten heb ik gewoon niet meer. En ik ben gewoon blij dat ik hier ben en ik ben blij met mijn carrière nu. En ik kon ook anders uitpakken, maar ja, zo is het geworden voor mij. En ik ben gewoon rustig nu om hier te gewoon spelen en alles te geven voor PEC. Ik vraag me dan toch af, je hebt het talent en je speelt dan in dit geval bij een PSV, bij gasten die dan die transfer maken. In hoeverre schatte jij jezelf in, welke club dacht je echt van dit niveau, dit zou ik echt best wel aan kunnen tikken? Ja, ik dacht altijd dus misschien ik dacht, Engeland zou misschien niet worden voor mij, qua gewoon fysiek. Dat soort dingen, dus dat had ik altijd een beetje uitgesloten, maar ik dacht altijd in Spanje, ik wilde heel graag in Spanje voetballen. En ik dacht, het past bij mijn type voetbal. Dus ik wist er niet hoe hoog ik zou gaan in Spanje, maar ik wilde gewoon daar spelen. En ja, uiteindelijk is het niet geworden, maar dat was eigenlijk mijn droom. Maar dat betekent niet dat het nooit meer zou kunnen, toch? Ik bedoel, je zegt dat je het hebt afgesloten, die periode inmiddels. Ja. Je hebt de operatie gehad. Wie weet, voor jou? Ja, sowieso. Ik zit er ook zo in. En ik heb geen plannen nu om iets te doen of een transfer te maken of zo. Ik ben blij dat ik terug bij PEC ben. Ik ben blij dat ik nu fit ben. En hopelijk kan ik gewoon op een goede lijn een beetje doorzetten. En dan kan ik, als het komt en als het goed is, ook voor die club en niet alleen voor mij. We kunnen iets regelen. Je bent heel analytisch. Je vindt het echt geweldig wat ik van jou heb begrepen. Om echt iemand goed te analyseren. Hoe helpt dat jou als voetballer? Ben je dan net iets sneller? Heb je je goed voorbereid op je tegenstander? Hoe werkt dat? Ja, eerlijk gezegd, ik doe dat niet meer. Nee? Nee, ik heb dat echt gelaten. Voor mij is het... We praten natuurlijk heel veel door die week over die tegenstander. En wie gaat spelen en zo, maar ik kijk bijna geen voetbal meer. Ik kijk de grote wedstrijden wel en zo. Maar ik heb wel vaak, we gaan naar een ploeg en ik weet niet eens wie speelt daar. En misschien is het ook wel goed, misschien is het ook wel slecht, maar
zo gaat ik om nu met voetbal. Ik kan niet alles geven aan voetbal nu, anders word ik gek. En ik kan dat gewoon niet Je bent er even helemaal klaar mee? Ja, eigenlijk wel. Dus voor mij is het zo beter. En ja, die paar dagen voor een wedstrijd ga ik natuurlijk kijken naar wie mijn tegenstander is. En oké, wat doet hij en dat soort dingen. Maar ik ben niet naar die puntjes als vroeger. Is dat ook door de blessures die je hebt gehad, dat je dat een beetje bent kwijtgeraakt? Ja, dat sowieso. Het was natuurlijk moeilijk om gewoon als ik naar huis ging of zo, om gewoon naar mijn iPad te kijken. Oké, wie ga ik spelen dit weekend en wat doet hij en hoe draait hij met die bal? Speelt hij veel lange ballen en dat soort dingen. En ja, ik wilde dat gewoon niet meer. Nee, want voetbal is voor lang een diep punt. Voor mij. En ik wilde dat niet ook thuis brengen. Dus ik heb het gewoon een beetje gelaten dan. Kleine inschatting, doelpunt assist. Voor mij? Ja. Oh ja, niet zoveel hoor. Als ik ga spelen, ga ik zorgen voor die rest defense. Want dan hoef ik die 30 meter meer niet te pakken. Ja. Dus ik kan lekker rustig blijven. Dus ja, misschien als ik 1 of 2 pak dit seizoen, is het meer dan genoeg voor mij.